goeiedag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe videootje van... Familie Lacan! En waar zijn we, lieve schat? In... Dubai! Dubai! We moeten steeds eventjes aan dekken. En vandaag wordt onze allereerste dag in Dubai. Ik lieg misschien wel een beetje, want het wordt eigenlijk onze tweede dag in Dubai. Maar gisteren zijn wij zo ziek geweest en niet lekker dat we eigenlijk niet hebben gefilmd en eigenlijk heel rustig aan hebben gedaan. Beetje het hotel verkeerd. Maar vandaag wordt de eerste dag dat we echt wel op stap gaan. Of eigenlijk iets meer willen doen dan alleen maar een beetje ziek zijn, snotteren en zo. Dus hè, vandaag zien wij als onze allereerste officiële dag in Dubai. Zoals ik zei, gisteren waren we dus niet zo lekker, dus we hebben gisteren niet gefilmd. Dus jullie hebben nog niet veel gezien van hier, wij wel iets meer. Laat ik even beginnen met het uitzicht, want eerlijk is eerlijk, na maandenlang alleen maar tegen grijze lucht, grijs weer te hebben aangekeken, is dit alleen al een hele verademing. Ik zal het jullie even laten zien. Dit is het uitzicht van onze hotelkamer vanaf de 10e etage. Wij zitten in de wijk Jumeirah. En hierachter, helemaal daar in de verte, is een stukje van de zee te zien. Hiervoor is eigenlijk gewoon echt fabriek. En hier op de snelweg voor ons, ja, daar rijden heel veel auto's. Zeker in de avond. Wow. Ja, leuk hè, lieverd. En zeker ook deze hoogte. En wat ook wel grappig is, ja, we zijn vaak tussendoor ook even naar de auto's aan het kijken. Want dit is best wel een hoofdweg volgens mij. Want Dubai betekent ook een hoop luxe mooie auto's. Dus zo nu en dan zie je wel wat leuks voorbij rijden. En een mooie zonnetje. Ja, soms zien we niet aan deze kant. Maar goed, hè, aan de lucht te zien is die zon sowieso aanwezig hier zo in Dubai. Maar eerst moeten we ook eventjes lekker wat eten gaan scoren. Lekker ontbijten. Dus zullen we dat eerst maar even gaan doen? Ja? Ja? En onze Eli is er ook aan bij. Gaan we lekker eten, lieverd? Huh? Je hebt wel een eierkoek. Ja, ik zei tegen hem, we gaan even kijken. Maar ik denk niet dat ze meer... Een ei, ja, dat hebben ze denk ik zeker wel. Ja? Zullen we lekker daar gaan ontbijten? Ja! Nou, kom jongens. Vanuit onze kamer kijken wij gelijk uit naar de andere kant van het hotel. Die ramen zijn alleen heel vies, maar goed, hè, dat ligt natuurlijk ook echt aan het klimaat in Dubai. Maar goed, je ziet hier onder, hij focust nu op die raam. Maar hieronder heb je lekker een kinderbadje, hier zit een jacuzzi, hier heb je lekker zonterras en hier kijk je uit op de andere kant van Dubai. Er is nog een ander zwembadje, maar die zit aan de andere kant. Maar wij gaan eerst even helemaal naar beneden, omdat we daar eerst natuurlijk even lekker... willen gaan eten. Daryl is al helemaal naar achter sprintje getrokken. Hè, Def? Ja. Snelle Jelle. Kom, druk maar op de lift, jongen. Hij heeft die broek, zijn t-shirt trouwens zelf in zijn broek gedaan. En dat ziet er eigenlijk wel leuk uit ook, hè? Ja, normaal zou ik zeggen, doe ze normaal, jongen. Ja. Nou, we zijn aangekomen in de centrale hal. En dit hadden we volgens mij al in de vorige vlog laten zien. Maar ja, kijk dit eventjes overdag. Het is... zo indrukwekkend om dit te zien. Het is echt mega hoog plafond. En ook met die lampen en ja, het schilderij wat cultureels wat je terugziet. Dat geldt ook voor die kant. Daar is hetzelfde. En er werd ons verteld, dit is het enige hotel, of zowat het enige hotel in Dubai, waarbij je nog gewoon echt traditionele invloeden ziet. Want heel veel hotels hier zijn heel erg gemoderniseerd. Toch, Sarah? Ja. Dat zijn die eigenaar hier, sorry, de manager. Voor degene die het gemist hebben, wij zijn in het Mövenpick Ibn Battuta Hotel. Dat zit bij Jumeirah Beach. En wat hebben jullie nou gevonden? Die had ik nog niet eens gezien. Kameel! Hé, hey, maar luister even, Debran. Ja? Je kan hier ook op een echte kameel. Zou je dat durven? Nee. Zal ik je wat grappigs vertellen? Ja. Zo moet je ook echt op een kameel opstappen. Ik ben ooit een keer op geweest. En, ja, met papa ben ik ook geweest. Toen waren jullie nog niet geboren. Als deze kameel opstijgt, ik weet niet of er mensen zijn die er wel eens op geweest zijn, maar zo niet. Het lijkt alsof je valt, want hij blijft op zijn voorknieën zitten. Van achter gaat hij omhoog en weet je hoe je dan gaat? Dan gaan jullie helemaal zo schuin naar voren. Dan denk je echt, ik ga vallen. Maar het ziet er wel echt super leuk uit. Houden we het dan alleen bij deze kameel, Debran? Ja, nou misschien als je groter bent. Want als die staat, is het zo hoog als die kameel achter jou, hè? Dit is echt precies nagemaakt als een echte kameel. Waar in? Geld in. Nee. Kan niet, liever. Aan de achter heb je restaurantjes. Daar zijn we gisteren ook geweest bij een Italiaans restaurant. Hier heb je een cafeetje waar je super lekkere dingen hebt. Ik zal het zo laten zien. En daar heb je het hoofdrestaurant voor het ontbijt, lunch en diner. Je kan hier trouwens all inclusive gaan. Je kan voor half pension gaan of met ontbijt. Wij zitten al in. Nou, hier. Ik zal jullie wel even laten zien. Ik wil jullie niet jaloers maken, maar kijk gewoon even.
Ik ga even kijken. Kijk even hoe goed dit eruit ziet. Serieus. Oreo, cheesecake, red velvet, macarons, chocolaatjes. Alles hier smaakt echt lekker. Dus we gaan er even wat lekkers uitkiezen. Want ze willen heel graag hier wat halen. Mag die croissantje? Ja hoor, wil je croissantje? Ja, is goed. We zijn een beetje aan het dollen. Degene die ons op Instagram volgen herkennen dit shot misschien een beetje. Want ik had net een story gemaakt met Debra. Van nou, wij zijn lekker aan de vitamintjes. En toen had ik gezet, nou, Sarah gaat voor zijn vitamintjes. En toen kwam die van Eli. Ja. En ging helemaal stuk. Want Eli wil heel graag fruit. Laat eens zien wat je net eens had. Zoals ik zei, mensen die ons volgen op Instagram, die hebben dit al gezien, maar... Eli, dit? Nee, tata. Hij wil geen patat, dat is echt schattig. Hij wil gewoon echt de fruit. Ja, passievrucht is echt lekker. Maar goed, ieder zijn eten is dus nu binnen. En die van mij, ja, dit is echt... Ik had het gisteren ook gegeten, zo gruwelijk lekker. Het ziet er zo simpel uit, maar ze doen hier sausje op het brood. Ik weet het niet hoor, maar... Die voorbij is lekker. Ik weet niet, jij die van mij ook, hè? Nou, nu kunnen we allemaal eindelijk echt lekker eten. We zitten allemaal goed. Nogmaals, voor de 100ste keer, eet smakelijk allemaal. Nou, we hebben even snel de kids opgekleed, want die zagen er gewoon echt niet meer uit. Vooral Eli, die zat helemaal onder de plekken. En we hebben even de duo buggy gepakt, want wij willen nu eventjes naar Dubai Mall. En voor degenen die dat niet kennen, dat is echt een mega groot overdekt winkelcentrum. Er is een hoop te zien. Je hebt ook het grootste gebouw ter wereld, dus die willen we ook even gaan zien. Ja, die komt. Daar komt hij. Ik hoop dat hij past, de buggy. Ja, nou ja, net wel. En dit is ook de reden waarom we dus de duo buggy hebben gekocht voor vakantie, want het is daar best wel veel lopen. Het is alleen eventjes de vraag of we het busje gaan redden, want vanuit het hotel rijdt er een shuttlebus. Dat is gewoon een busje die vanuit het hotel daarheen rijdt. Dus als we die nog kunnen pakken, gaan we met die mee, anders moet even de taxi pakken. We deden het echt net. Ze hadden hem even voor ons tegenhouden. Super fijn. Dus we rijden nu net naar ons hotel uit. En hier heb je trouwens ook nog een andere mall. Die schijnt ook wel groot te zijn. We willen het binnenkort ook eventjes gaan pakken. Zo, we zijn aangekomen. En ondertussen is deze kleine man vertrokken. En zit die andere grote man wel hartstikke goed volgens mij. Hè? Ja. Kijk je ogen uit of niet? Ik was nog even uitzoeken waar we moeten zijn, maar ja, nog we zijn steeds, er maar moet wij. En wat een beetje lastig is, hij heeft last van zijn lens en ik ook. Dus ik kan bijvoorbeeld niet zien wat daar op het bord staat. Dat kan ik vanuit hier gewoon dus niet lezen. Ja, ik wel, gelukkig. Zo erg last heb ik van mijn lens. Oké, dus vandaag ben ik een beetje afhankelijk van jou. Ja. Dus nou ja, we gaan even lekker een beetje rondkijken. Bij Cinema, taxi. Ja, dit kan ik wel lezen. Dat dan weer wel, maar wat daar voor staat weer niet. Maar we gaan lekker gewoon kijken, schat. Je hebt hier een heel groot aquarium. We kunnen nog naar de fonteinenshow. Er is genoeg te doen, dus... Als we het allemaal vinden. We gaan gewoon lekker ontdekken en toerist uithangen. Of niet dan, hè? Zo. We zijn gelijk aanbeland bij het volgende hoogtepunt. Ja. Kijk eens eventjes. Het aquarium. Oh, dit is zo bizar. Oh, kijk die vissen, Deborah. En die haaien. Oh, dan krijg ik... Sarah, kijk hier. Sarah, je hebt de grootste gemist. Daarvan. Kijk. Kom kijken, lieverd. Kijk nou, Debbie. Hè? Zo leuk. Oh, daar is ook een soort Nemootje. Daarachter is met de gele. Oh, dan slaapt hij. Oh, nou, misschien komen we straks toch wel nog een keertje langs. Daar is hij. Waar is de hij? Oh, zo die. Hè? Is dat zo met z'n tweeën? Nee. Oh nee, daar zit een andere. Er gaan altijd kleine visjes mee. Ja, ja, nou, dit is geen klein visje die meegaat hoor. Ik loop nog helemaal door trouwens, want we liepen net daar. Moet je kijken, daarachter is toch een heel aquarium hoor. Je kan ook een heel tour nemen voor een aquarium, maar alleen om het zo al te zien is ook wel echt vet. Moet je nagaan hoe groot het wel niet is, hè? En ook echt iedereen foto's maken. Ja, wij ook hoor. Veel alsof we dat nog nooit hebben gezien. Ja, maar ik heb nog nooit in de winkelcentrum zo. Ja, nee, dat is waar de winkelcentrum. Maar ja, want op zich in Nederland heb je het best wel bij veel dierentuinen. Maar het is, wel, is echt, het is wel echt heel grappig om dit zo te zien. Hoogkaterijden zie je dit niet. Nee, dit zien we niet in Nederland in het centrum. Nee, alleen in Dubai. Deborah heeft iets anders interessanters gevonden aan de andere kant. Want ja, hallo. Kijk, ik geef je wel gelijk, schat. Want zo'n super... Zo eentje heb ik dan bijvoorbeeld weer niet gezien in Nederland. Zo'n mega snoepwinkel. Hè? Dit is wel echt next level, hè, jongeman? Gaan we eens eventjes kijken. Kijk hier, Sarah. Kijk hoe leuk. Hè? Grappig, hè? Thank you.
helemaal van, waar ben ik beland? In welke droom ben ik beland? Oh. Nog eentje helemaal blij. Lekker liever. Ja, leuk hè, we gaan allemaal beter lessen. Oké, okay, ik moet wel van bril. Ik denk dat we een uurtje of zo hebben gelopen. We zijn even naar buiten gelopen voor een spectaculair uitzicht. Hier hou je mijn bril vast. Dan ga ik jullie even laten zien. Maar eigenlijk niet eens meer nu naar de camera kunnen kijken. Ten eerste, wat een warmte komt er vanaf. Ten tweede, serieus dit? Oh, oh lekker vriesje. Ik zag niet eens rechts. Wat? Oh, we kijken er zo tegenaan. Ik dacht, En voor degenen die nu denken, waarom zijn jullie in shock? Dit is Burj Khalifa, dit is het allerhoogste gebouw ter wereld. Oh. Wat vet. Heb je wel zo'n groot gebouw gezien als dit? Dat is het allerhoogste gebouw van de hele wereld. Vet hè? Wil je daar... Ja, kijk hoe kijk. Ziek hè? Hey, wil je daar naar boven toe? Ja. Dat kunnen we wel even kijken of we dat misschien vandaag nog kunnen doen. Ik wil dat ook sowieso. Maar kijk hoe mooi. Het lijkt gewoon een soort van zee. Ja, wow, ik weet niet. Wat is daar? Oh, ik was even naar beneden toe. Hier wil ik heen. Super mooi hier. Hè? Oh, hier kan ik wel een uurtje blijven staan zo hoor. Ja. Wat een uitzicht, wat een plaatje. We hebben nu nog zelfs wat tegenlicht. Daardoor zie je het niet eens zo mooi als dat echt is, maar... Hey, kijk wie wakker is geworden. Hey Eli. Lekker geslapen? Nou, gelijk maar besloten om naar buiten te gaan. Kijk hem gelijk kijken. Ga vet, Emra. Ja, ja, kijk, nu zie je hem nog dicht, ja, dichterbij lijkt het wel. Helemaal naar boven, echt nek helemaal naar achter. Leuk hè, Demi? Nu kan je van nog dichterbij. Hij vindt het echt leuk, hè, schat. Super leuk om te zien. Hè? Nou, we hebben hier net even een paar foto's gemaakt met deze achtergrond. En deze plek trouwens, hier is een fonteinenshow. En in de avond is dat super gaaf, want dan zie je dat met allemaal licht. Het is echt een spektakel en echt iets wat je gezien moet hebben. Dus dat willen we eigenlijk vandaag nog gaan meemaken. En wat ze ook doen, dat zag ik net dus. Ja. Dat ze in de avond, volgens mij krijg je één keer een show, zeg maar. Dan wordt deze gebouw helemaal verlicht, zeg maar. Een heel gaaf... spektakel is dat ook, zeg maar. Alles is hier gewoon spektakel en groot, maar wat is het hier? Wat is die boef aan het doen eigenlijk? Wat zijn ze aan het doen? Jongeman, Eli, Deborah, wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen? Hé, hey, maar even serieus, ja. Wat een chille, relaxe sfeer is het hier, hè? Ze hebben ook zo'n Aziatische. Ja, ik weet niet of dat altijd zo is, maar het is pas Chinees nieuwjaar geweest. Dus misschien, je ziet daar nog wel wat van hangen. Hey. Nou, ik dacht het toch eventjes wel, schat. Het is maar hier iets te water, druk. Ja, nee, daarom. Oké, meneertje, willen we model spelen? Goed bezig. Hey, Debbie. Esra. Hila, hebben jullie zin in ijsje? Ja. Wat te drinken. Nou, eventjes een beetje uit. Ja, wel een beetje trekken wat suikers, hè, jongens. Kom, zorg. Heb jij geen trekken suikers? Iemand in je buik zegt wel. Iemand in je buikje zegt ijs. Nee, nou, doei Burj Khalifa. Wij gaan even hier zo Lifa. Doei doei. Nou, serieus, ijs maken zien er ook fantastisch uit. Ja, lieverd. Je hebt passievrucht, schat. En daar heb je ook van die verse fruitijs, maar die wilde je niet. Wat wil je? Je hebt bubblegum smaak. Heel veel. Oh, help me. Ga je optimeren, lieverd? Oké, wij hebben net dus heel... Oh, hallo, rustig. We hebben net dus heel spontaan besloten, Deborah. Dat wou jij heel graag, hè? Om het gebouwtje daar dus te zien, die we van buiten hebben gezien. Ina gaat staan aan de kant om die te gaan bezoeken. Dus wij gaan straks helemaal naar boven. We zitten hier nu eventjes in een wachthal. En dan gaan we straks helemaal naar de allerhoogste verdieping. Alleen één probleempje. Ik heb hoogtevrees.
Dus ik vind het een beetje spannend. Dat we zo hoog gaan. Maar mama vindt het een beetje eng op hele hoogtes. Hou je mijn handje vast? Ja? Het schijnt wel echt een waanzin. Oh, even wat over vertellen. Ja, nou, het is echt massaproductie, kan ik het haast wel noemen. Maar wat een drukte. Je gaat ook met een hele groep heen. Helemaal security check. Nee, toch? Nee. Ik hoop het niet. Maar je krijgt een security check. Maar wat wel tof is, wij gaan echt naar het topje van het topje. Want dat heb je niet met elke. En we hebben hem dus last moment gekocht. Ik zal maar niet vertellen hoeveel we hebben betaald uiteindelijk. Dat is wel waard, hoop ik. Ja, het was best wel een prijzige, spontane YOLO-actie. Of niet, Def? Kijk, dit zie je straks, Def. Die achtergrond zo. Dan zijn alle gebouwen opeens heel klein. Nou, we moeten nog even wachten op een lift die zo meteen naar boven gaat. Maar Debbie, Fantijnen show is al begonnen, hè? Dus we kunnen al een beetje meepakken. Dan gaat het om het 3:30. Oh, we kunnen lopen. Het gaat snel. Kom. Nu gaan we met de lift. Dus als we misschien geluk hebben, zien we het zo nog van boven. En anders misschien straks nog, hè, lieverd? Staan de zenuwen toe? Nee. Ik hoor die lift hier geluid maken en we moesten net al in de lift. Ik zal het je zeggen, als je claustrofobisch bent. Ik ben claustrofobisch. Ja, ik vind normaal liften niet zo erg, maar met zoveel mensen in een kleine lift. Ik weet het niet hoor, ik zal je zo even laten zien, maar je kan niet eens filmen. Zo, je staat gewoon aan elkaar geplakt. Hè? Net als deze kleine op mij, ik zweep helemaal op, joh. Durf jij het nog niet? Ja, hè? Ja, we gaan zo naar boven, ja? Ja. Oké, kijk. Oh, deze is iets ruimer. Oh, deze gaat beter. Nee, ik kon het best achter je aan. Nee, we zijn de laatste. Oh, wacht. Nou, ik nog. Gaat net. Yes, was net. We gaan nu met de lift naar boven naar verdieping 123, Daaf. Ja. 10 meter per seconde. Dat is heel snel. Kijk ook hoe snel die gaat af. Voel je oren, Sarah? Hè? Ik voel mijn oren al. En jij? Ik voel mijn oren heel erg. Zo, mijn oren zijn helemaal open. Zo, die van mij ook. We zijn op verdieping 123. Hoe lang duurde dat? 10 seconden? Zo, hallo. Hallo, uitzicht. Wow, ik ben dizzy. Oh my god, ik vind het nu al spannend. Kom maar jongens. Zijn ben je niet duizelig? Jawel. Ik hoop niet dat er een zandstorm komt vandaag. Kom maar. We gaan op naar de volgende lift. Want wij gaan... Ik weet niet waar we nu heen gaan. Geen idee, ze zegt niet veel. Stel je voor dat ze trap hadden en je durft niet in de lift. Ja, nou als je helemaal naar boven moet. Dat werkt niet. Kom, lekker weer claustrofobisch met z'n allen. En daar staan de mensen. Oh my god, 148 hoog. Hoogste gebouw van de wereld. Hoe vind je dat nou, Debran? Hè? Vind je het eng of niet? Ik moet je zeggen, ik heb hoogtevrees, maar dit valt me echt heel erg mee. Hè? Dat is ook zo. Oh, met jou, gaat het goed of... Ja? Zo, dit is bizar, jongens. Oh, en kijk daar. Daar heb je die de zee, zeg maar, eilandjes. Oh, wat is dit ziek. En ja, de zon is net al een beetje aan het ondergaan. Het is hier 6:15. Zo, wat een hoogte. We zijn naar de andere kant. En dit ziet er wel, kijk daarvan. Dit ziet er een stuk beter uit. Maar ik denk, wat is het fris. Oh my god. Oké, dit vind ik wel ietsjes enger. Raar is dat, hè? Nee, maar oh, jongens, hier is het ik mooi. Ik heb mijn woorden teruggenomen. Ik vind hier... Ja, hier vind ik het veel mooier. Hé, hey, Def. Oh, jongens. Def, kijk, zie je? Kijk eens naar mami, papi, cheese. Hallo, leuk, hè? Ja. Ja, gaaf, hè? Voor nooit. Over 5 minuten of zo begint volgens mij die Fantijnshow. 10 minuutjes. Ja, weet je niet zo heel goed. Ik vind dat een beetje echt... Ja, hou op. Ila zou springen. Later de fluit gaat, heeft veel geld gekost dat ze het goed hebben verstevigd en gemaakt tegen kindjes zoals jij. Hè? Nou, laten we even ophouden. Het is al goed genoeg. Als je goed kijkt nu, hier precies bij mijn vinger voor de kijkers nu,
Zie je dit, schat? Ja. Het ziet er zo simpel uit nu. Maar je ziet het natuurlijk vanuit boven, maar vanuit de grond gaat het... Daar, kijk. Wauw. Debbie. Mooi, hè? Ja, dit, zo. Dit is ook wel gaaf van boven, hoor. Hè? Wauw, gaaf, hè? Ja. Dat is gaaf om dit gewoon van boven mee te maken. Hè? Maar nu zie je al die lichtjes en zo. Super vet. Ik zal jullie straks vertellen wat we ervan vonden, want we vonden er ook nog wel wat van. Maar we dachten eerst even lekker snel doorlopen, taxi pakken en terug naar het hotel. Maar we staan nu aangekomen op het punt waarvan we denken, oké, welke ingang moeten we nemen? Want dit zijn alle borden richting taxi. Enige ingang richting taxi. Gaan we de taxi pick-up nemen of de Arabische kant? Dus met andere woorden, gaan we de euro's betalen of de dirham betalen? Ik zei dat tegen Ik zei dat tegen Serhan. De mensen die via dit gangpad komen, ja, er zijn genoeg taxis, geen probleem. De mensen via deze kant eruit komen, weten de taxichauffeurs, oké, die kunnen we oplichten. En die, ik weet het niet, maar goed, ik pak gewoon deze, ja, want... Gaan we kijken hoeveel je ervan vraagt. Deze. Ze hebben hem beter, dus dat is wel... Oh, Ila is helemaal aan de andere kant. Ja, weet je, kan je hem zo beter. Ja, wacht even, eerst mijn kind even vragen. Kom, wat heb jij weer gezien? Oh. Ja, we zijn inderdaad aangekomen bij het hotel. Hoe laat is het hier? Volgens mij 8 uur of zo. En Sarah heeft best wel trek. Maar jij niet? Nee, maar ja, eigenlijk klopt het wel. Want we hebben sinds eigenlijk het eten wat jullie eerder in de video zagen, hebben we niet, ja, een ijsje hebben gegeten, maar verder niet. Dus dat is echt slecht, hè? We waren ook wel druk en alles. Dus alleen met twijfelen even. Want je hebt een Shanghai restaurant, Italiaans of het gewone? Ik heb zin in Italiaans. Italiaans? Jullie? De spaghetti? Die is dicht. Nee, hij is niet dicht. Nou, wij gaan nog even jullie zien zo wat we gaan doen. Nou, we zijn uitgekomen bij het Italiaanse restaurant. En toevallig hebben we hier gisteren gegeten. En Sarah heeft hier de lekkerste biefstuk uit zijn hele leven gegeten. Dus het is eigenlijk ook geen verrassing dat we hier terecht zijn gekomen. De kids hadden gisteren heerlijke spaghetti op. Is eerlijk. Ja. Ja, zoals ik zei, ik heb het al eerder gezegd. Je kan hier dus ook all inclusive in het resort zitten, dat zitten wij dus. En dan heb je dus ook gewoon lekker zo'n luxe restaurantje, hoef niet te reserveren, niets. En ja, nu is echt werkelijk waar, tenminste menu, dat zegt natuurlijk niet altijd wat, maar het eten is echt fantastisch, echt. We zijn weer lekker in onze kamer, suite, geploft. En de kids liggen al lekker op bed, want het werd al een beetje laat en die moesten echt gaan slapen. Nou, we hebben even gewoon lekker op de bank gechilled. Eigenlijk even wat foto's gekeken, want we hebben vandaag aardig wat foto's gemaakt. Dan is dat wel even leuk als je s'avonds lekker neerploft om even te kijken of wat leuke foto's tussen zitten. En ik moet zeggen, ik ben echt tegen mijn slaap aan het vechten, want ik wou het liefst ook al gelijk mijn bed induiken. Alleen de afgelopen 2 nachten heb ik gewoon echt... 2-3 uur klaar wakker gelegen. Dus ik durf het niet aan om nu op tijd naar bed te gaan. Ja, precies zo. Als ik op tijd naar bed ga, dan ben ik... Ja, ik durf het nu gewoon niet. Dus ik denk, ik wacht wel even tot zo laat mogelijk. Het is nu hier in Dubai bijna 12 uur. Nou, ik loop wel 3 uur voor, maar goed. Burj Khalifa, wat vond je ervan? Ja, van buiten indrukwekkend. Echt super groot. Ja, het was echt heel vet om te zien. Boven. Maar hoe vond je het? We hadden trouwens niet gepland om erin te gaan. We hebben er wel over nagedacht, al voordat we erheen gingen. We liepen gewoon tegenaan. Dus waar wouden we heen? We wouden volgens mij ergens wat gaan drinken. We hadden een restaurantje door. Een restaurantje. En op een gegeven moment loop ik tegen zo'n stand aan binnen in de mall met hier je tickets koop. En ik zei tegen ze, zal ik het doen of niet? Dus ik ging even informeren. Toen stond er een super lange rij achter me. Die man had haast. Je had er zoveel gevraagd. Ik zei, weet je of ik moet het nu doen of niet? En dan kan ik niet lang nadenken. Dus we hadden toen tickets gehaald. Ik zeg het je eerlijk, het is echt prijzig. Denk echt aan een paar honderd euro's, want ik moest ook al voor Deborah betalen.
Maar ik dacht, oké, weet je, we zijn er nu toch, laten we het gewoon doen. Aan de ene kant toch wel waard, want je moet er juist op het moment daarheen gaan. Want als het donker is, mensen gaan niet meer. Nee, niet in de avond gaan. Nee, ja, je ziet wel het uitzicht, maar toen wij net weggingen, ging het licht uit. Dus als jij een foto wilt maken, je ziet wel een foto van het uitzicht. Maar met jou erbij, net zoals nu, dan achter het uitzicht, zou je niks zien. Tenzij je flits gebruikt, maar dan is het wat minder mooi. Ik moet zeggen, het is heel massaal. Het is echt een toeristische attractie. Ja, als je claustrofobisch bent, mensen, ja. Serieus. Ik kan het normaal ook niet tegen, maar vandaag ben ik best wel doorgegaan. Ja, maar ik vind ook, het gaat heel snel en je hebt niet echt de rondleiding. En ik snap het wel, dat is ook gewoon echt heel druk. Ze kunnen het ook niet anders doen. Maar het is echt massa. Snel door, lift in, proppen, weg naar boven. Hup hier, hup daar, daarboven ook voor een plekje. Dat vond ik wel. Kijk, het uitzicht is wel belachelijk mooi, maar ik weet niet. Buiten is het ook al mooi om te zien, maar ik vind het echt, je betaalt in verhouding veel. En toen wij weg wouden gaan, oh my god. Zo, ik lieg niet zeker 50 keer drukker, hè? Er stond een rij, zeg maar, om weer allemaal met de liften naar beneden te gaan. En ik krijg niet snel paniekaanvallen, maar ik raakte helemaal paniek. Ik denk, we staan straks een uur in de rij, puur alleen om eruit te gaan. En ik wou weg, ik was helemaal zat, het was druk. Wij hadden al een soort van snelpas, dat we overal snel voorbij konden. Ja, ik had zoiets van, ik wil echt weg, weet je. Ik zeg tegen ze, ja, dan gaan we echt niet trekken. Toevallig vroeg hij aan zo'n vrouw, ja, waar is de uitgang? Zegt ze, je hebt baby? Wij zo, ja. Zegt ze, oké, kom. Toen hadden we stiekem nog een weggetje. Maar ik denk dat de mensen daar echt letterlijk een uur over hebben gedaan om er gewoon weer uit te kunnen. Misschien ook vanwege tijdstip, zoals ondergang is wat drukker. Maar goed, dat was onze ervaring met Burj Khalifa. Maar het was dik, het was mooi. We hebben mooie foto's, dus hè, dat was het ook wel waard. Het is leuk om gedaan te hebben, ik heb er geen spijt van. Maar voor degene die het ooit overwegen. Echt druk. Je zat echt met je neus in iemand anders op zo'n massa attractie, zeker. En duur. Maar goed, het was wel een super tof ervaring. Leuke dag, alsnog zo onze eerste dag in Dubai, echt beleefd. Prachtige locatie daar, echt super tof. En ik heb echt zin in de komende dagen ook in de video's. En ik wil zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden in Dubai. Laat even weten wat jullie ervan vonden. En ik zou zeggen, dan zien jullie in de volgende video weer met leuke Dubai beelden. Dus houd het zeker in de gaten. En tot de volgende video. Doei!